Over de prostitutie. Jo-Janneke uit de prostitutie. Waarom opnieuw? Want je hebt meerdere gemaakt 5 jaar geleden. Ja, dit heette Jo-Janneke in de prostitutie. En ik hield eigenlijk met een aantal vrouwen uit die serie contact. Dat vind ik belangrijk, om met die mensen ook een band aan te gaan en te houden. En ik zag dat zij allemaal op een gegeven moment wilden stoppen. En dat dat heel erg moeilijk was. Ook de vrouwen die daar uit eigen beweging ooit waren ingestapt. Ja. Ook de vrouwen die als koningin op de wallen bekend stonden en in allerlei programma's hun verhaal deden. En die opeens tegen mij zeiden, jezus, ik wil nu eruit. Maar dat gaat zomaar niet. En ik heb geen huis. Ik heb last van trauma's, ik heb last van verslavingen. Ik zit in een bubbel, ik heb geen sociaal netwerk buiten deze wereld. Wat moet ik nu? Ja. Daarvan dacht ik, dat vind ik toch wel eens interessant om dat beter te bekijken. En tegelijkertijd hoorde ik veel geluiden over toename van steeds vaker steeds jongere kinderen in de prostitutie in Nederland. Want denk natuurlijk vaak aan Thailand, Cambodja. Maar dat gebeurt ook in Nederland. En dan hebben we het over 2 tot 3 kinderen per middelbare school in Nederland omgerekend. Dus dat vind ik fors. Dus dat triggerde bij mij wel weer het gevoel van, nou, ik wil hier weer induiken. Ik begreep uit de vorige keer van die 5 jaar geleden dat met name jouw vrouwelijke crewleden daar gewoon hulp voor hebben gezocht, toch, na afloop? Omdat we hebben allemaal gesprekken met een psycholoog gevoerd, inderdaad. Ja. Omdat op een gegeven moment je wereldbeeld werd daar niet vrolijker van en je manbeeld ook niet. En we hadden eigenlijk allemaal, we hadden geen zin meer in seks. Onze mannen waren heel erg blij met de serie. Nee, ja. Maar even serieus, het vrolijke en het leuke van seksen verdwijnt dan toch een beetje. Als je alles maar die verhalen hoort. Maar als ik je dit nu al schetsen, dan is dat waarschijnlijk nu weer het geval. Als je ja, nee, dat klopt. En dat gaat met name omdat het ook over die minderjarige prostitutie gaat. En dat zijn meiden en jongens ook van 12, 13, 14 die daarin beland zijn. En er zijn dus mannen die daarvoor betalen. En ook niet maar een paar mannen, maar dat zijn er een heleboel. En dat is niet vrolijk om aan te denken. Ik schrik daarvan, Bert, van dat soort verhalen. Ja, ik vind dat een heel serieus veiligheidsthema. Ik bedoel, dit is kinderen. Dit vind ik kindermisbruik. Ik heb vanochtend een uitgebreide artikel ook gelezen in het Algemeen Dagblad over jouw serie. Ja. En dat zijn natuurlijk kinderen die dat eigenlijk een beetje ontgroeid zijn. Hè? En nu hopen dat ze ervan wegbreken. Maar ik vroeg me wel af, als ik dat zo bekijk, heeft het ook te maken met dat er misbruik wordt gemaakt van hun verstandelijke vermogens? Er is ook een groei van verstandelijk beperkte kinderen in deze sector. Als je daar op doelt. Ja. Dus dat verstandelijk beperkte en verstandelijk gehandicapte kinderen, helaas. Maar deze twee meiden zijn gewoon weldenkende, slimme dames. Alleen in een bepaalde situatie gekomen. Dit waren toevallig 2 meisjes die in jeugdzorginstelling hebben gezeten. Waar het niet altijd even veilig is en waar je niet altijd met de meeste prettige personen in contact komt. En die worden dan op jonge leeftijd in die prostitutie geronseld. Maar je ziet het gewoon tegenwoordig. Het gaat niet alleen maar om probleemkinderen. Social media is een grote accelerator hiervan. Omdat kinderen natuurlijk steeds jonger zitten op TikTok, Instagram, de games ook. Alles met een chatfunctie is een gevaar. Eigenlijk helaas voor kinderen. Ze worden benaderd door mensen die zich voordoen als een leuk vriendje of een leuke buddy. En er wordt gevraagd om een blootfoto, een filmpje. En als ze dat in handen hebben, dan bam, dan is het al te laat vaak, dan kunnen ze chanteren. En dat gebeurt dus ook op grote schaal. Ik kijk met dit programma ook mee met een aantal onderzoekers op dark web. En wat je daar voorbij ziet komen, dat is sowieso natuurlijk het afvoerputje van de wereld. En dan word je ook echt, dan word je wereld. Dan kan ik echt niet slapen, hoor, een paar nachten. Maar er zijn dus mensen van de politie die dit moeten onderzoeken. Er zijn mensen van de politie. Er zijn ook mensen die met 1 been in de politie bij de politie werken en een eigen organisatie hebben opgericht. Omdat er natuurlijk weinig mankracht is om dit allemaal in de gaten te houden. Ja. En dat is ook wel iets wat ik aan wil kaarten met die serie. Dat het iets is waar we niet te naïef over moeten zijn. Hè? Internet is gewoon een groot deel van ons leven. De kinderen zitten heel veel op internet. En op dark web zijn gigantisch veel mensen actief die handboeken en tips uitwisselen met elkaar. Van hoe kun je nou zo'n fotootje krijgen? Hoe kun je ze daarmee chanteren? Dat is ongelooflijk. En dat gaat over fora waar 2 miljoen mensen lid van zijn. Dat zijn niet maar 2 paar miljoen mensen? Ja, en dat is gewoon 1 forum op dark web. En zo zijn er velen. Dus we moeten ons niet we moeten niet denken dat het maar een hele klein groepje griezels zijn. Dat is helaas niet het geval. Maar jij schetst helemaal aan het begin van dit gesprek dat je met vrouwen praat die proberen eruit te komen. Dat blijkt helemaal niet zo makkelijk te zijn. Ik begrijp ook dat je daar niet echt een oplossing voor kan vinden. Eigenlijk hoop je met die serie dat er misschien oplossingen gaan ontstaan daardoor. Nou ja, het gaat ook om bewustwording. Wat die vrouwen zelf ook zeggen, van ik heb me nooit gerealiseerd dat ik hier tegenaan zou lopen. Nee. En het gaat ook een beetje over de vraag van, we zeggen in Nederland, prostitutie is een legaal beroep. En daarmee vinden we ook dat het een normaal beroep is. Nou ja, elke sekswerker zal je kunnen vertellen dat dat niet zo is. Want ze kunnen geen rekening open, ze kunnen geen hypotheek krijgen, ze kunnen geen verzekering afsluiten. En als jij bij het uitzendbureau komt met je cv met 20 jaar tippelzone, dan word je niet teruggebeld. Dus dat is een beetje een knelpunt. En dat maakt het een kwetsbaar beroep. Want dat maakt dat je dus ook denkt als sekswerker,
Ik hoor niet in die buitenwereld. Ik hoor niet bij de maatschappij. Maar wat zou dan de oplossing moeten zijn in deze? Wat is dan de conclusie die je getrokken hebt? Nou ja, dat we niet zo naïef moeten zijn over het feit dat dit een beroep is wat we hebben gelegaliseerd in Nederland. Maar daar houdt het niet op. Nee. Er gaat 3 miljoen per jaar van het kabinet naar uitstapprogramma's. Dat is een symbolisch bedrag in mijn ogen. Omdat er wordt niet gecheckt wat er eigenlijk met dat geld gebeurt. En wat de resultaten zijn. De ChristenUnie en CDA hebben dat bedongen in dit kabinet. Nou, straks hebben we een nieuw kabinet en dan moeten we maar weer kijken. Maar we moeten reëel zijn over het feit dat als we dit beroep in Nederland zo goed mogelijk willen handhaven, willen in stand willen houden en willen aanhouden zoals we dat nu doen, moeten we ook rekening houden met het feit dat het niet een beroep is als ieder ander beroep. En nee, dat er meer voor nodig is om dat op een goede manier in banen te leiden. Heb je samengewerkt met een uitstapprogramma? Ja, maar die mensen komen natuurlijk niet gewoon aanbellen van ik wil graag op tv mijn verhaal doen. Nee, klopt. Nee, dat gaat heel veel via. Ik heb veel contacten in die wereld. Dus dat gaat via. Is dat op zich goed gelukt om met mensen in contact te komen die ook heel dapper herkenbaar hun verhaal willen vertellen. Maar we hebben met verschillende uitstapprogramma's contact. Via Friesland is een heel mooi voorbeeld. Doen heel goed werk. Maar die zeggen ook weer, er is natuurlijk heel erg bezuinigd op de zorg met de decentralisatie. Vijf jaar geleden. Waardoor we zien dat er heel veel kennis is weggevloeid. Als je het hebt over uitstaptrajecten, hulpplannen en organisaties hebben minder kennis om die mensen te helpen. De problematiek neemt toe, zeker bij jongere mensen. Dan hebben we het over automutilatie, zelfmoordpogingen. Omdat er gewoon vaak geen goede hulp geboden wordt. Is de strafbaarheid goed genoeg? Als jij als consument een jong iemand misbruikt? Nee, dat is helaas niet het geval. Tot grote frustratie van het Openbaar Ministerie. Want die hebben sinds de Valkenburgse zedenzaak, die jullie waarschijnlijk nog wel kennen. Ja, natuurlijk. Dat was eigenlijk sindsdien is er naar klanten gekeken. Daarvoor gebeurde dat eigenlijk helemaal niet. Ging het altijd om de pooiers. Sindsdien gebeurt dat meer en doet OM daar ook zijn best voor. Maar als die mannen dan al voor de rechter komen, dan komen ze toch vaak weg met een taakstraf. Er is een taakstrafverbod, maar dan legt de rechter 1 dag gevangenisstraf op. Ja. Dat vind ik verbijsterend. Ja, en wij spreken die mannen ook in de serie. En dat is ook wat ze zelf zeggen. Het is geen risico voor ons. Dus de lust wint het van het verstand. Maar het is belangrijk om ook naar die kant te kijken. Want zonder vraag is er geen aanbod. Nee, en de oplossingen zijn nog ver weg, als ik het zo hoor op dit moment. Nou, er moet echt wat gaan gebeuren. Ja, er moet echt wat gaan gebeuren. Absoluut. Jij hebt kinderen, ik heb kinderen. Ik bedoel, dat zijn die dingen waar je met je TikTok-verhaal enzovoort, maak je dan zorgen over. Moeten we als ouders en scholen ook bewuster van zijn. Ja, ja, absoluut waar. Jo Janneke uit de prostitutie. Vanaf dinsdag 2 maart wekelijks te zien bij NPO 3, 9:15. Het is absoluut de moeite waard als ik dit hoor, Jo Janneke. Succes daarmee. Dankjewel. Oké, tot later.